guys, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie mijn shoe stash video. Oftewel, ik laat jullie alle schoenen zien. Niet die ik heb, want ik heb er nog meer. Iedereen heeft nog wel eens van die lelijke schoenen of afgetrapte schoenen zoals deze. Wacht. Dit zijn mijn Adidas Superstars die ik niet meer draag gewoon in het openbaar. Omdat ze gewoon, ze lijken misschien nog wel een beetje wit. Ja, ze lijken wel een beetje wit. Maar die zijn echt verkleurd. De neuzen zijn gewoon geel geworden. Ze zijn helemaal vies. Ze stinken heel erg. Ik ben hier echt te vaak op uit geweest. En het is helemaal kapot ook aan de binnenkant. Dus ja, deze draag ik alleen als ik bijvoorbeeld heel snel het vuil buiten ga zetten of zo. Maar echt niet meer onder een leuke outfit. Ik wil ze wel weer opnieuw kopen, want ik vond ze echt super leuk. Misschien trouwens. Ik heb ze niet nodig, zeg maar, om te vervangen. Want ik heb gewoon andere witte schoenen. En wit met zwart ook. Of dat niet? Nee, niet per se wit met zwart. Maar ik heb ze niet nodig om ze te vervangen. Dus dan ga ik ze ook maar niet vervangen. Hoe leuk ik ze ook vind. Ik weet niet, ik twijfel nog een beetje. En ik heb gewoon nog een paar sneakers dat ik echt niet meer draag. Dat zijn Rouge Run, volgens mij heette die. Die draag ik echt niet meer. Die vind ik zelfs gewoon lelijk geworden. Dus die moet ik waarschijnlijk gewoon eventjes wegdoen. Dan heb ik nog zulke soort schoentjes. Die draag ik eigenlijk ook nooit meer. Dus die moet ik eigenlijk ook gewoon wegdoen. Maar de schoenen die je nu hier in mijn kast ziet achter mij zijn de schoenen die ik dus het meeste draag. Je ziet hier net drie planken, maar ik heb er onder nog drie planken. Dus ja, laten we maar gewoon eventjes gaan beginnen. En ik ga gewoon elke schoen eventjes langs. En ik laat ze ook eventjes aanzien onder gewoon, ik heb nu een heel simpel joggingsbroekje aan, gewoon daaronder. Laten we beginnen met deze schoen. Dit is een, ik zeg dat altijd verkeerd, Huarache. Een Nike Huarache schoen. Daar heb ik twee verschillende paar van. En dit is een beetje zo'n unicorn purple kleur. En ik vind ze super leuk. Ik heb er heel lang naar gezocht. Want ik kon ze nergens meer vinden. Ze waren overal uitverkocht. En ze waren een beetje niet helemaal limited. Denk ik. Nee, volgens mij waren ze niet helemaal limited. Maar ze waren gewoon echt moeilijk te vinden. En deze heb ik dus uit Duitsland laten komen. En nu draag ik ze echt niet heel erg veel. Maar dat komt omdat ik ze best wel netjes wil houden. En als ik ze draag, word ik ook weer echt super blij. En dan is het wauwgevoel er nog. En als ik ze elke dag zou dragen, dan is dat weg. Normaal gesproken zijn Huaraches volgens mij 150 euro of iets misschien minder. Maar deze had ik bijna 200 euro voor betaald. En ja, love it. Dan heb ik daarnaast een ander roze paar schoenen. En dit zijn ook hele leuke schoenen die ik best wel geregeld draag. En dat zijn mijn ETQ, dus etiket schoenen. Die zijn best wel duur, vind ik zelf. En toen ik deze ging bestellen, toen was ik een beetje aan het twijfelen tussen de witte, de beige en de roze. En toen heb ik dus voor de roze gekozen. Ik ben er wel heel erg blij mee, maar ze lopen zo kut. Zoveel pijn heb ik als ik ze gewoon de hele dag heb gedragen. Ze zijn namelijk echt super stevig en super, ja, ze zijn niet flexibel en ze bewegen totaal niet mee. Dus dan heb je iedere keer zo'n plat voetgevoel. En omdat het zo'n harde schoen is, geeft die achterkant ook niet mee. En krijg ik bijna iedere keer, nou niet helemaal blaren, maar wel echt pijn aan mijn voeten. Dus deze moet ik eigenlijk niet aangenomen als ik bijvoorbeeld ga winkelen of veel ga lopen. Maar ja, ik vind ze nog steeds wel echt super tof. En een hele mooie kleur is het ook. Dan, volgende schoen is mijn Filling Pieces schoen. Dit is de enige paar Filling Pieces die ik heb. En dit is een beige. Het is echt super stom. Ik had namelijk in de Bijenkorf zo'n keer gewoon gepast. Filling Pieces in maat 40, mijn normale maat. En toen zaten ze echt super strak en helemaal niet lekker. Dus toen dacht ik, ja kut, ik heb 41 nodig. Nou ja, oké, prima. Dus toen kwam ik erachter dat ik dus eigenlijk 41 nodig heb. Nu had ik 41 besteld. En ik vind ze eigenlijk echt te groot. Dus ik weet niet precies wat er mis is gegaan, maar ik had dus echt wel maat 40 nodig. Maar ik draag ze gewoon, ik heb er geen last van. Ik merk gewoon dat het een beetje losje zit. Het is verder helemaal niet boeiend. Maar dit zijn dus beige Filling Pieces schoenen. Ja, dan heb ik hier schoenen die ik eigenlijk niet meer draag. Of ja, nee, eigenlijk helemaal niet meer. En dat zijn mijn Creepers van Public Desire. En deze schoenen had ik dus besteld omdat ik de Creepers heel erg leuk vond. Maar nu vind ik ze eigenlijk een beetje een slap aftreksel van de Puma Rihanna Creepers, weet je wel. En toen ik deze besteld had, had ik die schoenen nog nooit gezien. Dus wist ik eigenlijk niet dat ik een soort van neppe schoen kocht of een neppe Creeper, weet ik veel wat het is. Dat ze in ieder geval zo erg op Puma lijken. Maar ze lopen wel echt prima. Het is ook wel een leuk kleurtje, dus ik moet ze misschien wel wat vaker gaan dragen. Eigenlijk weer een fuck it, dat het gewoon een beetje Puma lijkt. Dus deze zijn van Public Desire en dat is het enige paar schoen dat ik er ooit heb besteld. Dus wow, ik liet ze bijna vallen. Maar ja, prima webshop is dat ook trouwens. Dan gaan we weer aan deze kant even verder. Hier staan dus mijn zwarte Nike Huaraches. En ze zien er best wel nieuw uit nog. Maar ik heb deze echt
heel veel gedragen. Ook op uit geweest en zo. En ze gaan gewoon super makkelijk. Ze worden gewoon heel makkelijk weer schoon, zeg maar. Gewoon doekje er langs en dan zijn ze weer schoon. Super chill. Deze heb ik trouwens ook in maat 41, want ik vind deze echt klein vallen. Dus dat je het weet, mocht je ze nog niet hebben. Ik raad je trouwens eigenlijk ten alle tijden aan om gewoon schoenen te passen online. Of gewoon eventjes een service uit te kiezen waar je ze gratis kan terugsturen. En dan gewoon lekker twee maten te bestellen. Want niets is kutter dan een verkeerde maat hebben. Behalve bij filling pieces dan, daar heb ik niet zo heel veel moeite mee. Maar als het te klein zijn bijvoorbeeld, is het echt heel erg ruk. Maar ja, dit zijn mijn zwarte huaraches. En deze heb ik de laatste tijd weer een beetje herontdekt. Oké, nu mijn volgende schoen. En deze moet ik eigenlijk echt flink gaan vervangen. Want deze heb ik echt veel te vaak gedragen. En eigenlijk een beetje afgetrapt al. Maar dat zijn mijn oldschool Vans. En de zwart met witte variant. Ja, oldschool. Dit zijn echt wel mijn favoriete schoenen. Lopen super lekker. Maar ze zien er gewoon echt niet meer mooi uit. Ik wil ze dus het liefst gaan vervangen. En dat ik deze dan gewoon hou. Dat ik die aan kan doen wanneer ik uitga. Eerst keer dat ik hier ook mee uitging, had ik zoveel spijt. En nu doe ik ze gewoon iedere keer aan als ik uitga. Maar ja. En deze heb ik gewoon gekocht via Zalando volgens mij toen de tijd. Toen had ik een kortingscode. En deze heb ik gewoon weer trouwens maat 40. Volgende, die heb ik nog niet zo heel erg lang. Dat zijn hoge All-Stars. Zwarte hoge All-Stars dus. En ik vind die echt super super leuk. Hoge All-Stars waren een beetje echt mijn jeugd. En ik vind het super leuk dat ze nu weer een beetje terugkomen. Of in ieder geval sowieso hoge schoenen. Ook hoge Vans, die komen ook weer in. En dat vind ik echt, of in ieder geval die zijn weer echt in. Echt dat skater... skater-stijltje. Skater-stijl. Maar heel erg leuk. Deze draag ik ook weer op een broek waarbij ik een beetje hoog water heb, weet je wel. Dus dan is dit wat hoger naar je broek toe. Vind ik gewoon heel erg leuk staan. Onder een rokje heb ik ze ook wel eens gedragen. Of een jurkje. En All-Stars zijn gewoon echt wel echt all-time favorites. Gewoon, die kunnen altijd, zijn heel erg chill. En lopen ook gewoon heel erg lekker. En ja... Wat kan je nog meer vertellen over een All-Star? I don't know. Maar ze zijn echt top. Dan komt dus die Puma sneaker die ik heb. Het is niet echt de Creeper van Rihanna, die version. Dit is de Puma Basket, heet het volgens mij. Ja. En dit is de grijze variant. En heel erg jammer, maar ik draag ze heel weinig. Super stom. Maar het is wel de enige schoen die ik heb in deze kleur. Dus het is niet dat ik hem wegdoe of zo, maar... Ik moet ze gewoon weer wat meer gaan dragen. Maar ik merk gewoon dat ik ze niet zo heel snel pak of zo. Ze lopen wel lekker. Ik weet niet. Ik ga toch altijd voor mijn basis of zwart of wit. En als ik al voor een kleur ga, dan ga ik meestal gewoon voor roze of dan mijn beige, weet je wel. Dus ja, deze draag ik gewoon wat minder. Maar ik wil ze wel weer wat meer gaan dragen. En ik vind ze nog wel erg leuk. Dus dat zijn deze. En deze heb ik via de website Snipes gekocht. Ja, Snipes, ja. Oké, we zijn eventjes iets naar beneden gegaan. Ik zit inmiddels ook op een krukje. Maar dit is de derde en de vierde plank die we nu eventjes gaan afwerken. Laatste plank met nog een beetje sneakers. Maar ik begin even met deze loafers. Dit zijn zilveren loafers van ASOS. Ze zijn eigenlijk trouwens van New Look, maar ik heb ze dus besteld op ASOS.com. En ik vind deze echt helemaal leuk, helemaal geweldig. Maar ik draag ze te weinig. Ik heb ze volgens mij maar 2 keer gedragen of 3 keer gedragen. En ik heb deze dus wel echt in een shoesets video gedaan omdat ik ze super vet vind. En vaker wil gaan dragen. Dus dat moet ik ook echt gewoon gaan doen. Dit is echt de gekste schoen die ik heb. Verder zijn de schoenen die ik heb best wel saai. Dus ik vind het heel erg leuk om zo'n schoen als deze te hebben. Dit is echt een typical you hate it or you love it schoen. En ik vind dat echt helemaal leuk. Dan een van mijn favoriete schoenen. Dat is deze Reebok sneaker. Wit met een beetje een beige sole. Of niet een beetje, dat is het gewoon. Maar het is een beetje een tennis look. Dat wilde ik erbij zeggen. Dat is een soort van tennis schoentje. En dat vind ik echt super tof. Deze zijn Reebok 85C'tjes. Volgens mij. Deze draag ik eigenlijk gewoon het liefst onder een jeans of zelfs een pantalon met een wit shirt erover. Gewoon dat het een beetje sporty, chic is en zo. Dat vind ik heel erg leuk om dat te combineren. Dan een van mijn recentste schoenen. Dat is deze three strap bootschoen. Het is een beetje een bootschoentje. Ik vond het heel grappig. Toen ik deze in een shoplog liet zien, toen zei iemand dat ze echt moest denken aan die gymschoentjes van vroeger. En toen dacht ik, yes, want daar wilde ik voor gaan. Superleuk. Deze heb ik van ASOS en die zijn ook origineel van New Look. En deze zijn gewoon witte canvas schoentjes. En omdat het zo canvas is, ja, is het wel heel snel vies trouwens. En je kan ze niet zo makkelijk schoonmaken. Maar ze waren ook niet zo heel erg duur. Volgens mij echt maar 20 euro.
of 25, want ik had een kortingscode waardoor ze 20 waren. Maar ja, ik vind deze echt super leuk. Het is echt een beetje mijn enige all-white schoen. Dus dat is deze. Dan natuurlijk, hoe kan het ook anders, witte All-Stars, witte lage All-Stars. Die vind ik echt super leuk. Simpel, ben er helaas op uitgegaan. Ongepland, dat wil ik er wel bij zeggen. Ik was gewoon op kantoor en toen gingen we vanuit kantoor naar een feestje. Zo stom, het was een feestje bij een plek in Amsterdam waar ze zand hebben. Dus een beetje, ze proberen een soort van strandtentje te, een look van een strandtent te maken midden in Amsterdam. Super leuk, maar dan moet je niet op je witte All-Stars gaan. En dat heb ik wel gedaan. En sindsdien stinken ze ook heel erg naar dat zand en zo. Ik kan het niet echt uitleggen, maar ik moet ze echt even een keer in de wasmachine gooien. Want dit is ook helemaal aangetast door dat zand. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, want volgens mij is het wel heel erg fel wit. Maar het is echt een beetje bruinig beige en helaas niet zo mooi. Maar ja, dat is dus deze witte All-Star. En dat waren eigenlijk alle sneakers en ja, een beetje zomerschoentjes nog wat ik heb. En dan gaan we nu verder over naar eigenlijk een beetje mijn laarsjes. En ja, wat winterse schoentjes. En dan op de onderste plank vind je zo. En op de onderste plank zijn weer wat sandaaltjes. Dus dat ik ga van zomers naar winters naar weer zomers. Maar ik weet niet, ik vind sandaaltjes gewoon stom op zo'n middenplank te zetten. Dus die liggen gewoon lekker een beetje op de grond. Maar laten we gewoon eventjes gaan beginnen met dus deze plank. Zoals je ziet, veel zwart. Dat draag ik gewoon het meest in de winter. En laarsjes vind ik gewoon het leukste als die zwart zijn. Beginnend met deze Chelsea boots. Deze zijn van de H&M. En waren maar 25 euro volgens mij, of 30 euro. En dat zijn super chille Chelsea boots. Ze gaan super lekker aan. Ze lopen heel erg lekker. En ze zijn gewoon betaalbaar. Dit is trouwens mijn tweede paar al die ik heb. Want ik had al zo'n paar. En die heb ik weggegooid. Want de zool was gewoon losgelaten. Zo vaak had ik ze gedragen. Ik had zoiets van 2 jaar gehad hoor. Maar ik heb ze dus wel vervangen. Omdat ik ze gewoon zo leuk en chill vond. En dit zijn voor mij gewoon de perfecte Chelsea boots. Dan heb ik nog schoenen die gewoon zelfs in mijn allereerste shoe stash video zaten. Want deze heb ik gewoon al zo lang. Maar die zijn gewoon nog steeds helemaal mooi en goed. En deze zijn van de Invito. En het zijn van die cut-out schoenen, laarzen. Dus heel erg tof zijn deze. Ja, nou ja, dat cut-out zie je bij het aanbeeld wel wat beter. Ik vind ze echt heel erg stoer en ze lopen ook wel heel erg lekker. Ja, ik weet niet. Ze zien er ook gewoon best wel nieuw uit. Ook al heb ik ze al echt, nou, ik denk wel al 3 jaar. Ja, ik denk al 3 jaar. Superleuk. Oké, dan ga ik naar nog een oud paar schoenen. En dat zijn Dr. Martens. Deze is mij wel eens gevraagd van, ja, welke heb je? Nou, ik heb geen idee. Dit zijn gewoon volgens mij de normale, original, simpele Dr. Martens. En deze heb ik echt weinig gedragen, omdat ik dat niet echt durfde. Omdat ik vond dat ik echt zo'n super grote poot erin had. Maar ja, ik draag ze nu gelukkig weer wat meer, omdat ik er een beetje overheen, me eroverheen heb gezet. Maar ik vind dit heel erg leuk bij een schattig jurkje om dan even van die stoere boots eronder te dragen. Dus vandaar dat ik ze nu wel wat meer draag. Dan heb ik daarnaast over-knee boots van Mode Mustaves. Die heb ik al een tijdje. Zo zijn ze in beeld. Maar ja, dat zijn gewoon lage over-knee boots. En dat vind ik heel erg chill. Want heel veel over-knee boots hebben een hele hoge hak. En ik ben al echt lang genoeg van mezelf. Dus ik heb niet echt een hak nodig. Het is een velvet stofje. En hij is bij mij wel wat breed aan de bovenkant. Dus hij zakt helaas wel een beetje af. Maar ja, live, daar kan ik niet zo heel veel aan doen. Dus dat zijn gewoon deze. Oké, dus we zijn nu aangekomen met mijn laagste twee plankjes. Volgens mij ben ik de hele tijd heel erg overbelicht. Sorry, maar ja, de schoenen zijn goed te zien, dus dat ja, allereerst heb ik gewoon 2 paar Uggs. En die draag ik eigenlijk niet zo heel veel meer. Deze beige heb ik best wel veel gedragen en die zijn gewoon super chill om snel en warm aan te doen. Want dit zijn gewoon de warmste schoenen die ik gewoon ooit heb gehad of gezien of whatever. Dus ja, als het echt super koud is en ik ga bijvoorbeeld naar mijn moeder toe in de winter op de scooter, dan doe ik echt wel deze schoenen aan. Dat is gewoon het lekkerste wat er is. Maar ja, fashionable zijn ze natuurlijk niet. Lelijk zijn ze absoluut. Dus voor fashion of naar buiten, whatever, dat niet echt meer. Dus dat zijn mijn 2 paar Uggs. Dan heb ik hier neppe Timberlands, want die heb ik ooit een keer gehaald bij de Primark. Ja, ik vind persoonlijk, je moet het altijd zelf weten, maar persoonlijk vind ik neppe schoenen altijd een beetje stom of zo om te hebben. Ik kan het niet echt uitleggen, maar ja, dus daarom pak ik deze niet zo vaak. En mijn echte Timberland schoenen, dat zijn deze.
Die heb ik echt super veel gedragen. En deze draag ik ook wel een beetje in de winterperiode. Want deze zijn gewoon heel erg chill door de zon. Als het sneeuwt of ijs ligt op de grond of whatever, dan, ja, dan glij je gewoon niet zo heel veel uit. En deze zijn nog best wel warm. Dus winterperiode, dan draag ik ze wel. Maar nu niet echt. Oké, onderste plankje. Daar zijn dit de schoenen die ik echt het meeste draag. En dat zijn deze Birkenstock schoenen. Sandalen. Deze vind ik echt de tofste sandalen die Birkenstocks heeft eigenlijk. Ik vind ze lekker oldschool en daarom vind ik ze echt super tof. Ze zijn best wel een beetje groot en een beetje log. Dus dat vind ik wel soms een beetje... Ja, als ik een leuk zomers outfit aan heb, dan doe ik ze liever weer niet aan. Maar ja, ik vind ze wel echt super lekker zitten. En daarvoor had ik deze andere Birkenstocks. En deze zijn, zoals je ziet, met één strap. Maar deze vond ik altijd wat minder zitten of wat minder mooi, omdat je dan echt, omdat ik voor mijn gevoel echt hele grote voeten erin heb. Dus dat vind ik wel wat minder. Maar ja, alsnog Birkenstocks schoenen die lopen, of sandalen, die lopen zo lekker. Het zijn ook van die gezondheidszolen, dus ik vind het heel lekker. Daarnaast heb ik sandaaltjes. Hele simpele bruine sandaaltjes, die heb ik bij de H&M gekocht. Heel lang geleden eigenlijk. Ze zijn gewoon heel simpel en... Ja, weinig sandaal of weinig schoen is het. Het is gewoon echt een paar touwtjes. En die draag ik dus het liefst op een op vakantie. En ik heb deze gedragen op de trouwerij van mijn vader. Ik vind ze ook wel heel erg netjes en leuk. Dus dat zijn deze. Dan heb ik sandaaltjes die ik eigenlijk weg moet gooien. Maar ik vind ze nog steeds zo schattig. Deze zijn ook van H&M. En net als die andere eigenlijk gewoon bestaat die een beetje uit touwtjes. Maar deze heeft dan een, ja, drie volgens mij. Ja, drie bloemetjes op de... bovenkant van je schoen. En dat is gewoon heel erg schattig. En ja, dat is wel leuk. Maar ik weet niet. Ze zijn echt afgetrapt. Misschien zie je de achterkant wel. Je ziet gewoon, het is niet meer wat het was. Dus, maar ja, ik vind ze nog steeds wel heel erg leuk. Maar dan de sandalen die ik nog best wel eens vaak draag. Laatst nog in Parijs zelfs. Dat zijn deze soort van beetje gladiator sandaaltjes. Even kijken. Zo zien die eruit. Ik vind die echt heel erg leuk. Ze gaan ook een beetje omhoog. Waardoor het echt een hele leuke look geeft. Ik vind deze echt super leuk. Ze lopen ook heel erg lekker. En deze heb ik ook weer via ASOS. En is ook weer van New Look. Ik denk dat ik de schoenen bij New Look dus blijkbaar heel erg leuk vind. Maar het is gewoon toeval. Want als ik op ASOS kijk, dan filter ik nooit op New Look. Maar ja, kom er blijkbaar toch wel echt weer op uit. En dat is eigenlijk wel een beetje... alles. Oké, dat waren dan weer alle schoenen. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik vond het leuk om ze te laten zien. Laat in de comments eventjes weten of je bijvoorbeeld bepaalde schoenen ook hebt. Dus of we twins zijn met sommige schoenen. Of dat je nu schoenen hebt gezien die je heel erg graag zou willen hebben. Of whatever. Laat in ieder geval iets leuks achter in de comments. Vergeet ook niet eventjes deze video te liken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan ook eventjes. Ik upload elke woensdag en zondag. En sinds kort eigenlijk ook op vrijdag. Maar ik roep het nog niet al te hard, omdat het best wel aanpoot is, een beetje hard werken. Dus sowieso op woensdag en op zondag. En mocht je me willen volgen op Instagram, dan kan dat ook. Dit is mijn Instagram, Emmee van der Pijl. En het zou leuk zijn als je mij volgt. Oké, lange outro. Heel erg bedankt voor het kijken, guys. Doei, doei!